Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag 8 september, woensdag. Woensdag is mamadag. En ik ga jullie weer meenemen. Ik heb het weekend niet gevlogd, want ik was helemaal offline geweest. Maar daar ga ik jullie later meer over vertellen. Laten we eerst de vlog beginnen. Vorige week, bij de vorige vlog zal ik maar zeggen, toen ging ik Olivia een nieuw slaapschema geven overdag. Omdat ik dacht dat ze te veel sliep overdag. Nu heeft ze vannacht dus doorgeslapen. Ik heb er om 6:55 is ze gaan slapen gisteravond en ze is nu wakker aan het worden. Ze is al een paar keer wakker geweest, maar dan valt ze weer in slaap. Dus dan denk ik, ja, je zal wel moe zijn. Nu zit ze nog steeds te wiebelen. Kijk, ze ligt zo op de buikie. Oh, kijk, daar gaat de hoofd omhoog. Ja, ik ga haar eruit halen. Want het is 7:50. Nou, ze mag van mij tot 7:30 in bed blijven liggen. Maar ik kan haar beter eruit halen en dan het flesje maken. Maar dat werkt dus als het tiet. Ze ligt dus ook niet meer in het campingbedje. Dus het was gewoon dat ze overdag te veel sliep. Dat was bij ons de Holy Grail. Oké, ik ben inmiddels aangekleed. Olivia ligt te slapen, ze moet bijna wakker worden. En daarna gaan wij dus naar mijn ouders. We gaan gewoon even op de koffie. Mijn moeder was maandag jarig en we waren allemaal ziek na het weekendje weg, want we hadden buikgriep met z'n allen. Ze zeggen ook mijn ouders, en mijn broer, zijn vrouw en ik en Nikki. Zelfs Olivia had het even koorts gehad, dat was heel zielig. Dus ja, dat was niet zo leuk en daardoor konden we de verjaardag van mijn moeder niet echt vieren. Dus ik dacht, ga nu even op de koffie. Met Olivia en ik hoop dat ik dan even naar de kruidvat gaan om een nieuwe speen, dit stukje van de fles te kopen. Want het is echt niet normaal, want ze drinkt de eerste fles gewoon niet op. Ze wil gewoon niet. Terwijl, volgens mij is er niks. Ja, er is iets, maar ik ben er nog niet uit wat. Dus dat moet ik eventjes, dat wil ik even gaan doen. Even wat extra luiers weer kopen als ik kan. Gewoon wat errands runnen bij de kruidvat. En dus eventjes op de koffie bij mijn ouders. Even kijken, want... Ik mis die dingen om het te vullen. Nee. Doei. Ja, ik dacht voor de zekerheid. De kruidvat heb ik leeggekocht. Hallo. Het is even wat paar uurtjes verder. Dat was geen mooie zin. We zijn weer een paar uurtjes verder. Ik ben bij mijn ouders geweest. En ze belden echt net van het ziekenhuis voor mijn vader toen ik daar was. Dus toen duurde het wat langer. En toen zei ik, ja, dan moet ik haar hier op bed leggen. Zo heb ik Olivia de middagslaapje bij mijn ouders laten doen. Toen ben ik in die tijd eventjes naar de kruidvat gegaan. Dat heb ik laten zien. En ik dacht, ik ga even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. En daarna ben ik ook naar het consultatiebureau geweest. En dat was ook helemaal goed. Ik had wat vraagjes. We zijn natuurlijk overgestapt op kunstvoeding. En ik wilde gewoon even weten of ze goed gegroeid was en dat is ze gelukkig. Ze is nog steeds een lange meid en gewoon heel gemiddeld qua gewicht. Weer, ze was de laatste meting ietsjes naar beneden gegaan, onder het gemiddelde. En nu zat ze weer net onder het gemiddelde, dus gewoon goed. En nu ga ik even laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Ik heb dus een super goede deal. Je had namelijk 5 van deze verpakkingen voor €27. Terwijl één zo'n verpakking €11 is. En nu heb ik dus 5 verpakkingen voor €27. Wat wil je vertellen, schat?
Oh, ze zit ook te kijken. Ze zit te kijken. Zit er een baby op? Is dat een babytje? Is dat een babytje? Wil je even naar de baby kijken? Ze wil even naar de baby op de verpakking kijken. Ze is helemaal fan van andere kinderen. Krijgt ze niet genoeg van. Even kijken, dan heb ik... Oh ja, de bellendoekjes waren bijna op en deze waren 1 plus 1 gratis. Pure and soft. Deze leken mij goed, omdat hier geen alcohol en parfum in zit. En dat is precies wat je wil, toch? Voor je baby. Deze zijn pH-neutraal, zie ik dat goed? pH-huidneutraal. Kijk, deze moet je dus hebben als je een meisje hebt. Want je gaat zelf ook niet je vloes schoonmaken met sop. Dat moet je niet doen, dan gaat die van stinken. Je moet pH-neutraal hebben. Dus deze doekjes zijn veel beter dan alle andere geparfumeerde doekjes. Voor meisjes geldt dit. Ik weet niet hoe het met jongetjes zit natuurlijk. En dan heb ik dus ook nieuwe spenen gekocht, omdat ze zo slechte dingen de fles leeg drinkt. Wat trouwens helemaal niet erg is volgens het consultatiebureau. Dus we gaan nu voortaan met een grotere speen. Een groter gat zit erin, dus hopelijk drinkt ze daardoor ook de flessen sneller leeg. Dat zou wel chill zijn. Dus die heb ik gekocht. En als laatste heb ik nog opvolgmelk gehaald, want ze is zaterdag 6 maanden. Dan krijg je andere melk, hè? Dus nog een paar dagen en dan gaat ze over op de opvolgmelk. En dat is alles wat ik heb gehaald bij de kruidvat. Oh ja, en een peer en een mango, dus die ga ik zo maken als hapjes. En die ga ik invriezen natuurlijk. En vanavond eten we peer met koolzaalraad of mango? Banaan, oké. Okay. Hoi hoi, het is 8 september en donderdag 8 september. En ik heb Olivia naar de opvang gebracht. En ik vind het altijd zo grappig als ik dan, ik krijg ze maar zeggen via een app een beetje update hoe laat ze gaat slapen. Of ze plasluier, poepluier, eten, drinken. Dat allemaal. En nu staat er in die app, eerst al om 11 uur stond er poepluier. Om 12:30 hebben ze dat aangepast dat ze nog een poepluier had. En dat was dan erg veel. En de eerste was dus een klein beetje. Dus ze heeft echt een hele poepkeur vol gepoept. Dat vind ik heel grappig, want ze poept op een of andere manier altijd als ze op de opvang is. Ik weet niet wat ze haar daar geven, maar... Zij vindt het lekker om daar lekker de broek vol te poepen. Ik ga hapjes maken. Want zij mag dus vanaf zaterdag. Maar ik vind dat ze nu ook al. Dat is 2 dagen. Wat maakt dat uit? Mag ze nog meer hapjes eigenlijk. Dus ik ga rijst maken. Zodat ze rijst met groenten kan eten. En ik ga ook aardappels maken. Maar dat doe ik niet vandaag denk ik. En dat rijst moet je dus blijkbaar ook pureren. Wist ik niet. Maar ja, ik kan me wel voorstellen. Anders schiet dat in je keel misschien. Die korreltjes. Dus ik ga nou rijst maken zonder zout. Want dat mag dus niet. Lijkt me helemaal niet lekker. Maar dat ga ik nu maken. En ik zal jullie laten zien hoe het eruit ziet. Dit is de mango die ik gisteren had gemaakt trouwens. Dus die ga ik nu hier uit de verpakking halen. Of uit de... treetje halen. En dat doe ik dan in zakjes. En dan doe ik ze in zakjes in de vriezer. En dan pak ik af en toe. En dan pak ik mango. En dan pak ik peren. En dan pak ik weer iets anders. En zo iedere keer iets anders. Kijk, nu heb ik het hier in een zakje zitten. En dan doe ik deze zak met mango blokjes in de vriezer. Dan heb ik altijd genoeg op voorraad. En dan maak ik zo een paar dagen op elkaar een hele hoop fruit, hapjes en nu dan rijstblokjes. En dat doe ik dan weer in zakjes. En zo hoef ik niet iedere dag iets nieuws te maken. Kan ik het gewoon uit de vriezer pakken en dat scheelt echt een hele hoop tijd. En het is vandaag vrijdag 9 september. Oh, jullie zien mijn hoofd helemaal niet. Nee, vrijdag 9 september. Vrijdag is papadag. Maar ook altijd babyzwemmen. Dus ik begin altijd met babyzwemmen. Heel af en toe gaat Nikki babyzwemmen met Olivia. En dan... is de rest van de dag ga ik gewoon werken. En we gaan vandaag wat leuks doen. Namelijk een taart maken. Want Olivia is morgen 1.5 jaar. En ik vind het toch wel leuk om dat te vieren. Sowieso komt mijn moeder
en mijn vader komen gezellig even een taartje eten. En ik heb wat mensen uitgenodigd. Ja, echt minimaal. Want het is natuurlijk een half jaar. Dat is eigenlijk helemaal niks bijzonder. Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Ik ben al de hele dag een beetje sentimenteel over... Oh, een half jaar geleden zat ik nu, had ik nu weeën. En omdat het begon, om te zeggen, de dag voordat ze geboren is natuurlijk. Maar we gaan nu eerst baby zwemmen. En ze gaat in de maxi cozy. Dat is veel makkelijker met baby zwemmen in de maxi cozy. Want dan kan ik er daarin zetten ook. Als ik zelf aan het aankleden ben. Maar dan moet ze wel de spreidbroek uit. Maar die heeft ze sowieso uit met baby zwemmen. Dus ja, dat het dan in de auto ook uit is, dat is dan niet zo heel erg. Dan, als ze thuis komen, doe ik hem meteen weer aan. En dan is ze voor Nikki. Een hele fast forward naar de avond op vrijdag. Ik heb vandaag een drukke dag gehad. Boodschappen gedaan, gewerkt en gekookt. Eten, alle standaard dingen eigenlijk. En nu is het dus tijd om taartje te maken. Ik heb de botercrème in de koelkast staan. Half. En nu ga ik de cakes maken. Ik heb dus 3 springvormen, maar ze zijn wel groter dan... in het recept staan, want deze zijn 26 centimeter en in het recept staat 18 centimeter, dus echt een heel stuk kleiner. Maar hier maken ze volgens mij 6 lagen en ik ga 3 lagen maken. Ja. Dus dat ga ik nu maar eens doen. Ja, dat hoef ik niet per se te filmen, maar ik zal jullie proberen een beetje tijdens de ding, tijdens het bakken mee te nemen in wat ik maak. Ik vergat bijna te filmen. Hier is geel, hier is rood en daar staat blauw. En ik ga ze nu in de oven zetten. En dan kunnen we door met de botercrème. Ik kan er helaas maar 2 tegelijk in mijn oven. Echt. Ja, er passen er wel meer in mijn oven, maar ik heb niet genoeg... rekjes, zal ik maar zeggen. Dus ik heb wel ruimte in mijn oven, maar niet de rekjes in mijn oven. Echt super handig. En deze moeten dan over 20 minuutjes in. Dus ik kan dan de boel opruimen, want dit is een mes. En dan kan ik de botercrème verder maken. En ik kijk ondertussen een Sims-serie op YouTube. De gele taart. De gele laag. De blauwe laag en de rode laag. Zo ga ik ze vannacht laten afkoelen en dan ga ik ze morgen snijden en verder afmaken. Goedemorgen, het is 10 september. Wat betekent dat mijn dochter 6 maanden oud is. Zit je nou maar te lachen? Het leuk is mama praat. Het is wel een beetje vroeg, 6:30, 6:30 was ze wakker. Maar ze heeft wel lekker doorgeslapen, dus we klagen niet. Nee, en jij was gewoon excited, hè? Want we gaan vandaag taartje eten met opa en oma. En misschien komen er nog wel meer van je vriendjes en vriendinnetjes langs. Dus ja, ik ga nu verder met de taart, want die is helemaal afgekoeld. Ik heb het flesje gemaakt. Ja, als je uitgespeeld bent, krijg je het flesje. Dus dat is het plan nu. Dit was trouwens de binnenkant van de taart. Ik vind hem echt super mooi. Veel mooier dan gepland, want... Het was eigenlijk geel, maar ik vind juist dat oranje heel mooi. En je ziet het goed, we hebben ook sushi besteld. Want het was ook een feestje voor ons natuurlijk, omdat we 6 maanden papa en mama zijn. Het is dus zondag. Het is super mistig. Het regende net ook. En ik hoop dat dit wel, zal ik maar zeggen, het doorslaggevende moment is. Dat het niet meer warm wordt. Of in ieder geval niet zo bloedverziekend heet, als deze zomer is geweest. En je kunt misschien aan mij merken dat ik meteen helemaal opbloei. Want ik, ik zeg niet haat de zomer, maar I strongly dislike summer. Ik weet niet. Ik hou gewoon niet van die warmte. Ik kan me er helemaal niet op kleden. Het enige wat ik leuk vind aan de zomer is barbecuen. En zwemmen, maar dat vind ik in de winter ook niet erg, want dan ga je gewoon binnen zwemmen. Dus ik zit even te denken waar ik nog meer van hou in de zomer. Ja, dat je zonder jas naar buiten kan, maar
Ik vind een jas aan ook wel weer lekker of zo. In ieder geval, het lijkt erop dat het echt herfst aan het worden is. En het is dus vandaag ook heel koud. Of ik vind het koud. Dus ik ga de winterkleren van de zolder halen en de zomerkleren naar zolder brengen. Dus dat is nice. Dan kan ik eventjes... dat voelt ook altijd alsof ik weer helemaal nieuwe garderobe heb. Dus dat vind ik wel leuk, dus dat ga ik nu doen. Olivia ligt op bed. En zoals jullie weten, misschien loop je naar zolder op de trap. Daar ligt Olivia onder die trap. Als echt Harry Potter. Dus ik moet heel stil doen. Maar ik ga het nu wel doen. Dus ik zie jullie zo met de kleren. Ik ben even afgeleid. Want ik kwam deze jurk tegen. Wacht, ik ga eventjes dat je de grond ook kan zien. Kijk. Ik kwam dus deze jurk tegen. Deze had ik besteld om aan te trekken naar een bruiloft. Als backup jurk voor de bruiloft van Laura en Marcel. Maar deze paste echt totaal niet toen. Ik was echt veel te dik. De zwangerschapskilo's zaten er nog aan. En ik denk, nou, die ga ik nooit passen. Maar ik had hem al, het kaartje er al af. Dus ik denk, nou, ik leg hem maar in de verkleedkist. Maar nu heb ik hem dus aangetrokken. En hoe leuk is deze jurk? Ik ben helemaal obsessed hiermee. Maar ja, ik heb nu geen feestjes meer waar ik hem naar aan kan trekken. Dus mocht je gaan trouwen en nog ruimte hebben op je gastenlijst, laat me weten. Dan kom ik in deze jurk. Maar hoe leuk is deze? Kijk, dan dit... Dit is ook gewoon, snap je? Hij is kort hier aan de voorkant. Maar het is niet zoals die openwaait dat je dan meteen alles ziet. Het is echt zo'n mooie jurk. En hij was echt, denk ik, een paar tientjes. Want het is van Shein of zo. Of iets vergelijkbaars. Maar ik vind deze echt zo leuk. Ik zeg tegen Nicky, zullen we uitgaan zodat ik deze jurk aan kan trekken? Ik moet wel een BH eronder trouwens, maar dat even terzijde. Blijkbaar heb ik helemaal mijn kleren niet gesorteerd op zomer en winter. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Maar ik heb heel veel kleren naar de Vinted kringloop doos zitten. Ik moet het alleen nog een keer op Vinted zetten of naar de kringloop brengen. Maar toen heb ik er wel weer wat uitgehaald. Ik dacht, oh nee, dat wil ik nu aan. Dus dat is dit. En dit is de broek. Die echt maatje XS is. Waar ik van dacht, nou ga ik toch niet meer passen. Maar ik geef hem toch nog een kans. Want ik vind hem altijd wel heel lekker zitten als ik hem eenmaal aan heb. Het is die slangenprint flared broek. En dat is een heerlijke zondagsbroek. Vooral als ik dingen moet doen. Weet je wel. Maar het is ook lekker als je gewoon op de bank ermee zit. Dus, nou ja. Tot zover mijn kleding struggles.